samenvatting wordt u aangeboden door... De Sportjonker, de shop voor winners. Supporter van bijzondersportief.nl. Dit is bijzondersportief.nl. CSV Apeldoorn naar de topklasse. Ja, dat hadden we in het begin van het jaar niet verwacht. Dat hadden we zeker niet verwacht, nee. Nee, super. Ik bedoel, 2 jaar achter elkaar zulke prestaties neerzetten is natuurlijk fantastisch. Het afgelopen jaar ook. We zijn derdes geworden en dat is natuurlijk, had niemand verwacht. Evenals het afgelopen seizoen dient zich opnieuw een fantastische uitdaging aan voor CSV Apeldoorn. De roodgele formatie werd onder trainer Peter Wesseling na een fabuleuze eindsprint kampioen in de eerste klasse D en promoveerde naar de hoofdklasse. Met een nieuwe, voor Apeldoorn onbekende trainer ging men voor handhaving en misschien wel een periodetitel in die hoofdklasse C dit seizoen. Bijna een jaar geleden, want dat is vorig jaar juli geweest, hebben wij in een tent hier zitten babbelen. Toen kwam jij van een tweede klasse waar je mee degradeerde. Heel wat sceptici. Heb je die nu de mond gesnoerd? Nou, ik kom hier niet om mensen de mond te snoeren. Ik kom hier om mijn werk te doen. En ik voel voetbal trainen vind ik leuk. En we hebben een leuke groep. En ik weet wat ik kan en wat ook mijn tekortkomingen zijn. En daar moet je mee over weggaan. En nu zeggen we, ja jongens, ik heb het gelijk. Zo werken niet. We doen het met een heel team. En daar is Ruud bij, en daar is Martijn bij. Het bestuur, Lammer niet te vergeten, als analist. Die gewoon heel belangrijk is voor de club. Ook voor het netwerk in Apeldoorn. En laten we niet vergeten, ik bedoel, Peter heeft hier 4 jaar gezeten. Die heeft ook een basis neergezet. En natuurlijk, ik heb ook mijn ideeën en ik ga ook mijn eigen weg, maar we hebben het met z'n allen gedaan en dat is de kracht van deze groep. CSV Apeldoorn kende een goede start en oud-trainer Jurgen Szewczyk had er dan ook meteen vertrouwen in. Getuigen aan een aantal goede bekerwedstrijden, plaatsing voor de volgende ronde toch, ze zijn doorgekomen en een fantastische prestatie in een uitwedstrijd in Staphorst. En dat is dus waar het in de hoofdklasse om draait. Je moet af en toe uit een punt pakken. Je mag uit verliezen. En je moet thuis een macht worden. Voor Apeldoorn, maar ook voor het jongens dat tegen zelfs al. Als het balkon er staat, kan het de 12e en 13e man zijn. Er is geen twijfel over mogelijk. Er is geen publiek in de hoofdklasse wat zo'n invloed op een wedstrijd uit kan oefenen als het balkon van CSV Apeldoorn. Jouw club, mag ik gewoon zeggen, CSV Apeldoorn, gepromoveerd naar die topklasse. Ja, dat hadden we niet verwacht. Nee, dat hadden we zeker niet verwacht. Het eerste jaar in die hoofdklasse. Dan denk je van, als we erin blijven is het al goed. En dan denk je van, staan we bovenaan het rechterrijtje, dan hebben we een prima seizoen. Maar we hebben erop terugkijkend gewoon een fantastisch seizoen gehad. We hebben eigenlijk het hele jaar bovenin meegedraaid. We hebben even een valse start gehad, de eerste paar wedstrijden. Maar daarna hebben we gewoon heel goed gespeeld en zijn we heel terecht gewoon derde geworden. We hebben die plek dik en dik verdiend en er is niks aan gestolen. En niemand heeft ook een heel jaar geluk. Je dwingt het gewoon zelf af. Je moet het zelf doen. Jaap de Brouwer komt uiteindelijk alleen voor Korswinder. En die... Oh, wat doet Korswinder hier? Hij heeft vergeten dat hij die bal weg moet rappen en... Jeroen van der Hoek maakt zijn treffer voor deze middag in de 89e minuut. Voor CSV Apeldoorn aan te tekenen. Tot grote vreugde van de meegereisde supporters. Hij maakt het wel heel beheerst en keurig af voor je treffer. Zo vlak voor het einde van de wedstrijd. En Asselberg is het nogmaals Jaap de Brouwer. En hij weet de tweede van deze middag aan te tekenen. In de derde minuut van de blessuretijd. Jaap de Brouwer brengt de eindstand op 2-0. Bram, waar eindigt dit? Ja, waar eindigt dit? Ja. Gewoon een goede overwinning en de vierde op rij. En wat dat betreft denk ik... CSV Apeldoorn, ja, ik heb hier een sponsor. Ja, die club, dat is echt jouw club. Hè? Er is geen andere club denkbaar.
Nee, absoluut. Het is gewoon de mooiste club van Apeldoorn. Wat? De mooiste club van Nederland. Er hangt altijd zo'n fantastische sfeer bij die club. En je ziet ook onze spelers. Ook wij hebben de afgelopen jaren, zijn er natuurlijk wel wat nieuwe spelers gekomen. Maar iedereen die bij ons komt, die heeft het gelijk naar zijn zin. Die wordt gelijk opgenomen. En die blijft gewoon, die blijft ook bij de club voetballen. En hier is Thijssen en hij maakt keurig de 1-3. Hij behoudt het overzicht. En WHC mag helemaal niet mopperen met deze stand. Hij blijft heel rustig, Thijssen. Blijft toch waardevol. Jammer dat hij volgend seizoen zijn heil elders zoekt. Dus wat is nou doorslaggevend geweest dat jij besloten hebt om toch hier te blijven? Ja, ik denk toch wel een paar dingen. Het is niet één ding waarvan ik zeg, nou daarom blijf ik. Maar er zijn een paar dingen die ik toch wel heel belangrijk vind. En dat is op de eerste plaats natuurlijk het bijna topklasse halen. Dat was tenminste toen ik de beslissing nam, bijna topklasse gehaald. Nu is het zover, maar toen dacht ik, nou ja, als je topklasse haalt, dan ben je eigenlijk wel gek als je weggaat. Het is een kans die je waarschijnlijk nooit meer krijgt. Tenminste, met mijn voetbalkwaliteiten is het niet een kans die je weer gaat krijgen. Er zal nooit een topklasse zijn die vraagt of ik daar kan voetballen. Plus het feit natuurlijk dat ik hier ontzettend mooie tijd tot nu toe beleefd heb. En veel vrienden hieraan overgehouden, een vriendin. Gewoon een ontzettend leuke club. En dan is het moeilijk om een keuze te maken voor een andere club. Peter de Waal speelt terug. Oei! En Peter Veneman die heeft dus echt een probleem hier, want die smaait volledig over die bal heen. Peter Veneman, doelman van CSV Apeldoorn. Normaal komen ze alleen aan het woord dat ze grote blunders gemaakt hebben. Toen heb ik je maar niet gevraagd die ene wedstrijd. Nee, dat klopt. Dat was een heel ongelukkig moment was dat inderdaad. Ja, dat soort dingen dat maak je mee als keeper. En het is heel vervelend dat het gebeurt. Maar dan moet je toch... Dan moet je toch vanaf zetten, denk ik. En dan, je ziet dat het verder... Ja, er wordt over gegrapt natuurlijk. En dat weet je, dat krijg je nog 5 jaar te horen daarna. En, wat ik zeg, dat weet je eenmaal en dat gebeurt. Hoe kijk jij terug op jouw eerste seizoen CSV Apeldoorn? Althans in de hoofdmacht, hè? Want jij komt hier oorspronkelijk ook vandaan, hè? Ja, ik heb hier in de F's en de E'tjes gespeeld. En de D1. Toen ben ik naar de C1 van Goat Eagles overgestapt inderdaad. En ik denk dat dit seizoen ging op zich best prima. Ik vind dat het nog wel een beetje te wisselvallig was eigenlijk. Je weet zelf donders goed wat je wel en niet kan. En dan denk ik dat ik bij een paar momenten een aantal wedstrijden ik wel dacht van ja, dan had je wel wat meer kunnen betekenen voor je ploeg eigenlijk. Maar uiteindelijk denk ik dat ik best tevreden mag zijn. Goede positionering van de ploeg. Hier andermaal Marco Drost in de fout. Hij had niet zijn meest gelukkige middag, zullen we maar zeggen. En in de 78e minuut is het Jaap de Brouwer die zijn tweede aantekent. En daarna zichzelf ook man of the match mag noemen. Van Aken, prima kunstje. Volgend jaar topklasse. Wie had dat verwacht? Nou sta je ervoor. En nu? Ja. Nou sta je ervoor. En nu? Ja. Ik heb steeds gezegd, we willen niet per se naar de topklasse. Maar als het gebeurt, dan overkomt het ons. En dan gaan we ervoor. Dus de selectie voor volgend jaar is rond. De trainer hebben we vastgelegd. De faciliteiten zijn bekend. Dus we gaan er gewoon maar voor. En we gaan het meemaken, Karel. We gaan het zien. Nadat het feestgedruis is verstomd, wordt tijdens de zomer met man en macht gewerkt aan de accommodatie. Er is een nieuwe omheining aangebracht, er werd een afgeschermde spelersgang naar het eerste veld gerealiseerd en stewards worden opgeleid. Het onderhoud van het eerste veld is inmiddels in eigen beheer. Maar de weersomstandigheden zijn verre van ideaal om de grasmat in topconditie te krijgen. Wel gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. De aanleg van 2 kunstgrasvelden zijn inmiddels in volle gang en met ingang van het nieuwe seizoen beschikbaar. Want het vlaggenschip mag dan belangrijk zijn, de rest van de vereniging wordt zeker niet vergeten. Topklasse. Niemand weet nog wat het gaat brengen. Het is allemaal nog onzeker en niemand. Wat verwacht jij er als sponsor van?
Nou, ik denk dat we nog meer publiciteit krijgen als club. En voor de sponsor, ja, er komen televisiebeelden. De stukken in de krant zullen groter worden. Er komen fantastische wedstrijden tegen de IJsselmeervogels en de Spakenburg. Ja, ik kan me er nu al op verheugen. Het kan me niet snel genoeg zijn in augustus dat we weer beginnen met de eerste competitiewedstrijd. Nou ja, alles komt in de stroomversnelling. En ja, je moet denk ik je voorbereidingen ondersteboven gooien. Je moet eerder gaan trainen. Waardoor mensen toch ook even met vakantieplanning moeilijk zitten. Die jongens die even wel vakantie hebben gepland. Ja, je moet tegenstanders gaan regelen. Nou, je zult dus nu, omdat je vroeg begint, zul je misschien moeten reizen. Of tegenstanders moeten deze kant op komen. Dus ja, en op de achtergrond is het bestuur ook met een commissie bezig om die topklasse voorwaarden om daaraan te gaan voldoen. En hoe we dat in gaan kleden. Het is een selectie die toch uit bijna voornamelijk Apeldoornse jongens bestaat. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik mag zeggen 95%. En dat is ook wel basis van ons beleid geweest, denk ik. Om toch vooral te kijken naar de samenstelling van die selectie. Die dus duidelijk een van de prioriteiten is dat in het beleid een Apeldoorn gezicht moet voorschotelen. En dat is geweest in het afgelopen seizoen. En dat zal ook in het nieuwe seizoen zo zijn. Wat is de reden daarvan? Nou, de reden is A, dat we de huidige groep die we dus hier al hadden lopen, bijna allemaal uit Apeldoorn bestond. Alleen Moses Residé is uit Deventer afkomstig. De rest allemaal uit Apeldoorn. En dat wilden we zo vasthouden, want doordat je zo'n hechte groep hebt, ga je daarop door. Daar selecteer je ook op door. En dan ga je vervolgens, als je ze moet doorselecteren, ook richting denken, richting topklasse. Kijken van wat loopt er hier in Apeldoorn en wat voor ons geschikt is. Wat past binnen de groep. En vervolgens ga je dan om je heen kijken. En daar zijn we denk ik weer in geslaagd nu. Is dit CSV klaar voor de topklas, is de volgende vraag. Nou ja, we hebben een goede groep. We hebben een stabiele groep. Een jonge groep. Een groep die heel veel kwaliteit herbergt, waar rek in zit. En ik denk dat deze groep in de topklas alleen maar kan groeien. En misschien onder nog meer weerstand komt te spelen. Waardoor, denk ik, bepaalde jongens in deze groep meer gaan renderen dan in de hoofdklasse. En ja, goed, als je dan kijkt bijvoorbeeld zoals Steven van Nes, die gewoon zo makkelijk voetbalt. Ja, die volgend jaar misschien nog meer geprikkeld zal zijn om bijvoorbeeld zijn niveau omhoog te krikken. En zo zijn nog een aantal jongens die in meer wedstrijdspelers zijn en die onder de grootste weerstand het beste renderen. Hoe groot is de selectie volgend seizoen? Hoeveel spelers? Wij gaan volgend seizoen met 22 spelers en 3 keepers aan de gang. En die keepers, ja, die natuurlijk Veneman, die heeft het uitstekend gedaan zonder dat hij eigenlijk concurrentie had. Want ja, de andere man, die is nog steeds goed, Dijkman, ja, die had geen ambities meer. Wie zijn erbij gekomen? Nou ja, Joshua hebben we natuurlijk nog. En Joshua is heel hard aan het trainen eigenlijk vanaf het moment dat hij geopereerd is om weer terug te komen. Nou, die is op dit moment al op het veld bezig met Ruud Meijwaard, de fysiotherapeut. Nou, we hebben Robert van Schieveen van BSV, die is erbij gekomen. Dus we hebben volgend jaar gewoon drie goede keepers te staan. Goed, dan wens ik je heel veel succes volgend jaar, want het zal een mooi jaar worden, maar verschrikkelijk moeilijk. Nou ja, moeilijk, tuurlijk. Het is een nieuwe uitdaging, maar het is voor iedereen. En je speelt tegen de beste clubs van Nederland. Hè. Je zit bij de beste 16 ploegen van het zaterdagvoetbal. Ja, en dan zul je elke wedstrijd weer van week te week moeten gaan bekijken waar je staat. En het is voor iedereen een uitdaging. En ik denk dat het alleen maar een ontzettend mooi en goed leerjaar kan. Ja, we moeten ook absoluut geen gekke dingen doen. Kijk, er is nog niks van bekend van de eventuele televisiegelden die binnenkomen. Dus daar kun je ook absoluut niet een kwartje van gaan uitgeven. Geld waar je nog niet hebt, kun je niet uitgeven, zeg ik maar. Dus, maar we hebben de hele groep bij elkaar gehouden. Dus er is absoluut geen noodzaak om dure spelers te halen. Komt er een goede speler, is die hartstikke welkom. Als het allemaal een beetje mee zit, dan gaat Eiburgs de verslagen doen. En dan kun je misschien ook al een heleboel uithalen. Nou, dat zeker. Dat nemen we natuurlijk ook mee. Het zal wat zijn. Eiburgs met televisiebeelden, ook van CSV Apeldoorn. Prachtig natuurlijk voor de voetbalsupporters in Apeldoorn en omgeving. Om CSV Apeldoorn dan ook s'avonds een uurtje lang als onderdeel van de uitzending over de topklasse live te zien acteren. Dat vind ik niet lullig doen, maar je gaat erop achteruit hoor. Bij mij kreeg je meer aandacht. Ja, sorry dat ik je nu tekort doe, Karel. Maar dat is een ding wat zeker is. Maar het is toch leuk als Eiburgs ook die beelden in Nederland gaat uitzenden. Geeft dat nu voor de sponsoren in het algemeen, denk jij, meer exposure? Nou, kijk, hoe meer naam exposure, hoe beter het is natuurlijk. Maar of het echt hoort bij de doelgroep die wij willen bedienen, dat vraag ik mij dan wel af. Het is natuurlijk landelijke televisie. Wij zijn natuurlijk een bouwbedrijf die voornamelijk in de regio opereren. Dus of wij er wat aan hebben dat in Heerenveen uitgezonden wordt, dat vraag ik mij wel af, ja. Ja, hoe belangrijk kan die topklasse zijn, laat maar zeggen, voor de stad Apeldoorn? Ja, dat wel. Kijk, naamexposure en topklasse, dat gaat natuurlijk hand in hand samen. Dus ik verwacht ook wel een beter bezette businessclub als de afgelopen jaren. Hoewel het natuurlijk ook al wel goed was, hoor.
Wout Verzuren speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Wout is volgens mij voor de uitwedstrijden al het een en ander aan het regelen. Met een gezamenlijke bus bijvoorbeeld en een aantal businessleden daar naartoe te gaan. Ja, dat versterkt de onderlinge binding en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Nee. Ook voor het zaken doen niet. Ja. Op de topklassen! Wanneer is het seizoen geslaagd? Is verblijf in de topklasse daarvoor een absolute must? Of zeg je van nou nee, dat is niet voor mij een must? Nee, het is geen absolute must. Het is een sportieve uitdaging. En lukt het om in die topklasse te blijven dit jaar? Nou, dan heb je sportief natuurlijk weer een wereldprestatie neergezet. En dan zijn we 21 minuten onderweg. Een prima aanval. En de rebound wordt verzilverd door Jaap de Brouwer. Bezoekers. Prima voorzet. Kijk eens hoe leept hij die bal met het buitenkantje links. Buiten bereik van Bouwhuis. In het lege doel deponeert. Prachtige goal van CSV Apeldoorn. En voorbord. Vennebeumer. Heeft de bal prima voor, wordt niet voldoende verdedigd. Ja, dan is Jaap de Brouwer, hemelste breed vrij. En knikt die bal over de grijpgraag handen. Dat is één keer raken vanaf de middenlijn. Hier de prima voorzet van Vennebeumen over Jochem de Weert weliswaar. Maar daar komt Jaap de Brouwer binnenkant voet in de bovenhoek. En Frans Koornberg is kansloos. En aan Vennebeumen, wat Tom Karst na parkeren niet lukt, lukt Vennebeumen gewoon heel simpel wel. Hij lift de bal over de vallende doelman Frans Koornberg. En zo staat CSV Apeldoorn met één been in de topklasse. Iedereen feest gaan vieren. En dan is het van vorig jaar het feestje wat bescheidener. Dit jaar is het wat uitbundiger, zoals u ziet. Op het balkon, de voorzitter reikt de medailles uit. Absoluut, dat wisten ze niet. Stel, het valt terug naar de hoofdklasse, na een seizoen. En hoe kijk jij dan naar zo'n hoofdklasse? Hetzelfde als wat ik nu doe naar CSV Apeldoorn in de topklasse. Ik bedoel, het blijft mijn clubje, blijft mijn vereniging. En als we in de hoofdklasse goed mee kunnen komen, is dat natuurlijk ook fantastisch. Alleen de sportieve ambitie moet er natuurlijk wel zijn om zo hoog mogelijk te kunnen presteren. Ja, en dat is dit jaar de topklasse. En laten we hopen dat het zo blijft. We gaan voor handhaving? Ja, duidelijk.